zijn nu 1 jaar bezig. Dit is een programma dat in principe 3 jaar loopt. En aan het eind van dat programma dan gaan wij duidelijk maken wat wij voor de lange termijn allemaal voor maatregelen gaan nemen om die hele keten te verduurzamen. We hebben een ver weg perspectief 2050, van dan willen we gewoon hartstikke 100% duurzaam zijn. Maar op de korte termijn willen we ook dingen doen. Vandaag bij deze bijeenkomst van de platform van Green Deal Beton hebben we afspraken gemaakt voor de korte termijn. Dat zijn afspraken waar we elkaar op kunnen aanspreken in die keten en waar we ook niemand anders voor nodig hebben. Ja, duurzaam beton, waar we uiteindelijk op uitgekomen zijn, dat is dan een duurzame betonketen. Daar hebben we het allemaal meteen over. Niet het product, maar de hele keten. En dat is eigenlijk een soort ideaal plaatje in de toekomst. En dat is eigenlijk een keten van beton, waar je betonproducten in maakt, die geen milieudruk veroorzaakt, zelfs een beetje winst oplevert, eigenlijk moet kunnen. Een veilige plek is om te werken, een prettige plek is om te werken, en die een hoge mate van grondstofefficiëntie heeft bereikt. De werkgroep Energie is in het leven geroepen om vooral te gaan kijken naar de relatie tussen zeg maar, de grondstof- en de materiaalfase en de gebruiksfase in het gebruik van beton. Het energieverbruik in de gebruiksfase is heel erg belangrijk als je dat gaat vergelijken met de materiaalfase, omdat dat op dit moment veel groter is. Dus daar valt veel meer mee te halen. Dus we focussen ons vooral ook daarop. Een van de meest concrete dingen waar we over gesproken hebben als werkgroep Energie is als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwerpfase van een project. Dan wordt er in een voorfase een materiaalkeuze gemaakt. En die materiaalkeuze die is op basis van een aantal uitgangspunten. In de praktijk blijken die uitgangspunten constant anders te zijn. En waar je naar op zoek bent is een manier om gewoon mee te groeien zeg maar, met de fasering van je project. En elke keer weer steeds de juiste keuzes te maken. Wat uiteindelijk leidt tot het minste energieverbruik in het gebouw. Ja, verduurzamen heeft te maken met onder andere het beperken van de CO2. Dat zit bij het produceren van cement, het maken van beton, het bouwen door aannemers, het slopen en ook het gebruik van gebouwen. Denk aan het verwarmen en het koelen. Dus dat kan alleen verlaagd worden, die emissie, als we daar ook samen over nadenken en ook in handelen. Ik kan een aantal maatregelen noemen die leiden tot minder emissies. Dat is het leveren van cementen door de producenten die ten hoogste 50% klinker bevatten. Het tweede is het gebruik van elektrische energie die groen is. En als laatste maatregel het beloven dat we als we beton gebruiken en produceren, dat doen met een heel laag gehalte aan respirabel kwarts, zodat het ook arbeidsveilig gebeurt. We hebben in eerste instantie bekeken hoe we dus bedrijven binnen de betonnetwerk kunnen motiveren om met biodiversiteit aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we een raamwerk ontwikkeld. En dat raamwerk geeft inzichten in de impact en de handelingsperspectieven die het bieden voor biodiversiteit. Biodiversiteit in de betonsector kan relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van grondstofwinning en het achterlaten als natuurgebied. Dat is de meest bekende, maar daarnaast ook in de gebouwde omgeving is het mogelijk door bijvoorbeeld andere texturen van beton toe te passen, waardoor in de waterbouw bijvoorbeeld algengroei bevorderd wordt of andere vormen van beton waardoor beesten zich beter kunnen nestelen in het beton. Dus het beton ook kunnen gaan gebruiken. Een van de belangrijkste dingen zijn natuurlijk de grondstoffen om het materiaal beton te maken. Daaruit kun je veel duurzaamheid halen en kunnen ook grote stappen nemen. Nou, een van de dingen is natuurlijk belangrijk de secundaire grondstoffen. Secundaire grondstoffen die we kunnen gebruiken voor het recirculeren van beton. Dus zeg maar, als je beton hebt, dat kunnen we gaan slopen, recyclen en weer terugbrengen in beton. Daarnaast heb je met grondstoffen is het natuurlijk belangrijk dat je primaire grondstoffen ook hebt. Maar de primaire grondstoffen die haal je ergens vandaan en breng je in beton. Dus zowel het recirculeren als primaire grondstoffen zijn een belangrijke factor daarin. De werkgroep communicatie is in leven geroepen omdat zowel intern als extern de behoefte is om meer te gaan communiceren over de activiteiten die plaatsvinden binnen het netwerk. Maar vooral straks ook over de resultaten die dat netwerk oplevert. Het betekent feitelijk dat ik samen met het team twee kanten op het programma te opzetten ben om te communiceren.
Enerzijds intern om deelnemers met elkaar meer kennis te laten delen, om discussies plaats te laten vinden. Anderzijds extern om gewoon binnen de keten, maar vooral juist ook buiten de keten, richting opdrachtgevers, richting andere marktpartijen, gewoon inzicht te geven in wat het platform van Duurzaam Beton uiteindelijk als resultaten teweeg brengt. Doorkijkend naar zeg maar, de komende jaren wat op het gebied van energie in de betonsector nog kan gebeuren. Is onder andere betonkernactivering. Dat is iets waar de sector in gelooft dat het een goede toepassing is en wat nog relatief weinig wordt toegepast. We zitten ook te denken aan levensduurverlenging, waar casco nog veel langer gebruikt kan worden. Dan zit je bijvoorbeeld te denken aan hoge sterkte beton als mogelijkheden zeg maar, waar nog heel veel energie mee bespaard kan worden. Niet zozeer in beton, maar vooral ook door slanker te construeren met alle andere materiaalgebruik en transport die je daar nog mee bespaart. Dat zijn de belangrijkste dingen waar wij nu nog zicht op hebben voor de komende jaren. Als we kijken naar de maatregelen op de wat langere termijn, 2013 en later, is het organiseren van cursussen om groen te leren ontwerpen in beton en het groen bouwen en ook het slopen en hergebruik daarvan. Een andere maatregel is laat zien dat bestaande bouwmaterialen kunnen worden vervangen door beton. Bijvoorbeeld tropisch hardhout voor sluisdeuren, daar zijn al voorbeelden van. Maar ook bruggen voor voetgangers en fietsers kunnen vanuit staal of kunststof duurzamer als je dat in beton doet. Uiteraard moeten we dat bewijzen via een LCA-benadering. Als we kijken naar de toekomst van 2013, dan moeten we eigenlijk terugkijken naar de eigenschappen van beton. En daar betekent dat de materiaalkeuze heel erg belangrijk is, de samenstelling van beton heel belangrijk is, dat we daar grote stappen in kunnen nemen, zowel in cement als in de grondstoffen. Wij zien onszelf duidelijk als koplopersinitiatief. We hebben bedrijven die echt hun nek willen uitsteken en die bereid zijn om net dat stapje meer te doen om zich echt als duurzaam bedrijf neer te kunnen zetten. Er zijn steeds meer opdrachtgevers die duurzaamheid belonen. En daar willen ze klaar voor zijn, ze willen daar voorop staan om die weinige opdrachten die er in de bouw nog zijn, om die binnen te halen en duurzaamheid is daar een belangrijk argument voor.